OpenTree. Ja, want OpenTree is gewoon, als je naar de website www.openingtree.com gaat, dan krijg je het schaakbord te zien. En wat OpenTree doet is, je kunt voor jezelf een persoonlijke database maken van alle partijen die je op LeadChess of Chess.com hebt gespeeld. Dat kun je voor jezelf doen, dus je kunt al je eigen partijen analyseren. Maar je kunt ook van iemand anders de partijen bekijken. Dus dat betekent dat je iemands naam invult en dan kun je zien wat iemand speelt. Ik zal even wat opties met jullie doornemen, want ik vond het zelf heel erg leuk om daarmee aan de slag te gaan. Je gaat gewoon naar openingtree.com, dan zie je rechts, zie je mijn muis ook toevallig? Ja. Dan zie je rechts een minuutje staan met wat je aan wil klikken. Je kunt kiezen voor de standaardregels of je kunt een van de willekeurige slecht spel kiezen. Daar ben ik ook nog eens een tijd verslaafd aan geweest. Ik zou zeggen, doe dat vooral niet als je beter wil worden met schaken. Maar je kunt eigenlijk allerlei dingen, partijen die je online speelt, kun je daar doorheen halen door OpenTree. Dan select the source kun je daarin doen. Dus volgens mij werd er net aangegeven, we spelen het meeste op LeadChess. Dus je kunt LeadChess aanklikken. Ik ben al ingelogd als MRHZ. En dan wil ik graag mijn partijen bekijken van mezelf. Hij heeft mij al gecheckt. Ja. En dan kan ik kijken van, wil ik kijken naar de partij waar ik zelf wit heb gespeeld? Of wil ik kijken naar de partij waar ik zwart heb gespeeld? Nou, ik wil nu even kijken naar de partij die ik met wit heb gespeeld. Dan kan ik wat extra filters aanzetten. Dat hoeft niet, maar dat kan wel. Ik wil alleen kijken naar de partijen die rated zijn, oftewel voor rating meegeteld hebben. Dan wil ik vooral alle onzin uitzetten. Dus bullet en ultra bullet, dat ben ik niet zo geïnteresseerd wat ik daar voor opening in kies. En dan staat er ook zo mooi bij reasonable time controls. Als je daar één uitklikt, dan krijg je iets anders. Ik vind het wel, grappig dat ze dat zo benoemen. Dus ik kijk nu naar alle partijen die ik heb gespeeld met wit op LeadChess. Van Blitz, Rabbit, Classical en Correspondence. Nou, je kunt kijken van alle partijen die je ooit hebt gespeeld vanaf de Big Bang. Oftewel vanaf dat LeadChess online is gekomen. Of je kunt aangeven, ik wil bijvoorbeeld wat nu een stuk sneller gaat. Vanaf 1 januari 2021 kijken. Tot aan nu. Je kunt ook nog zelf daarin kiezen dat je daar iets anders in kiest. Hè? Dus dat je niet tot nu kiest, maar bijvoorbeeld een specifieke periode. Omdat je toen een andere opening speelde. En je kunt daarin aangeven wat de rating van je tegenstander is. Nou, ik kijk zelf het liefst naar partijen waar ongeveer mijn tegenstander dezelfde rating heeft als ik. Of hoger. Dus ik ga iets van, zeg 2000 ga ik kijken. Je kunt hier nog specifiek voor iemand kiezen tegen wie je dan heel vaak gespeeld hebt om te kijken wat je daarentegen doet. Dat doe ik nu niet. En je kunt een downloadlimiet aanzetten als je heel veel partijen online hebt gespeeld. Ook dat ga ik niet doen. Maar Erik, ja? Je zegt nu van je zoekt op tegenstanders die een gelijkwaardige rating of hoger hebben, maar dit is toch je LeadChess rating? Ja, klopt. Maar LeadChess heb je 2300 of zoiets of niet? Ja, maar ik denk, ik pak iets van als ik tegen 2000 speel, dat vind ik nog wel, de tegenstanders tegen wie ik interessant vind wat ik daar tegen. Ja, oké. Okay. Maar je zegt, ik had eigenlijk 2300 moeten kiezen. Nou ja, als je mensen wil hebben van minimaal gelijkwaardig niveau, denk ik wel. Ik denk dat de meeste mensen met 2000 plus ook wel hoger hebben dan 2000 op LeadChess. Ja, dat is waar. Nou oké, ik kies nu even voor 2010, staat hier. Dan als je dat allemaal aangevuld hebt, dus al je filters neergezet. Je kijkt voor LeadChess en je kijkt naar jezelf. Dan doe je Analyze Games. En dan gaat de engine voor je aan de slag. Dan gaat hij al mijn partijen die ik in dit jaar heb gespeeld met wit, gaat hij laden in blitz en andere tijdcontrole die niet ultra bullet en bullet zijn. En dan zie je de pijlen en daarin zie je welke openingen ik het meest speel. 1 H4 gespeeld. Ja, dat zie ik nu ook inderdaad. Ik heb een keer F3, G3, H4, C4, paard F3 gespeeld. De dikke lijn is de set die ik het meest heb gespeeld, dat is paard F3. En C4 is volgens mij ook net iets dikker dan bijvoorbeeld B4. Maar ik was denk ik geïnspireerd geraakt door de one and only Tripolair om een keer B4 uit te proberen. Je ziet nu dat hij niet meer verder laat. Dus hij staat nu op 303 partijen die ik dit jaar alleen met wit heb gespeeld. Blitz op LeadChess. Dan kan ik naar hierboven gaan. En dan zie ik gepersonaliseerd welke set ik elke keer als eerste gedaan heb. Dus je ziet hierbovenin staan dat ik van alle partijen die ik online heb gespeeld met wit, 211 keer paard F3 speel, 81 keer C4 heb uitgeprobeerd, G3 een paar keer heb uitgeprobeerd en waarschijnlijk een paar mouselips F3, H4, B4 en E4 heb gespeeld. En dan kun je ook elke keer zien wat de score is. Dus van de 210 partijen, als je daar met je muis op gaat staan, zie je dit pop-upje ook of niet? Daar zie ik je hoofd voor. Oh. Kijken of ik het uit kan zetten. Ja, je kunt mij naar de andere kant schuiven. Je kunt mij naar links schuiven.
Dan kun je ook zien wat je resultaat is dus. Ik heb 102 keer gewonnen, 81 keer verloren en 28 keer remis gespeeld. Gemiddeld speel ik tegen 22,78 en mijn score is 55%. Dus als ik dat ga vergelijken bijvoorbeeld met C4, dan score ik bijna 60%. En als ik G3 open, dan score ik 50%. Maar goed, dat is maar gebaseerd op 7 partijen. En zo kun je voor jezelf zien wat je het beste speelt, welke opening je eigenlijk het beste beheerst. Als je daar weer verder op klikt, dan krijg je alle tegenstanders mogelijke zetten die gespeeld heeft. En dan kun je meteen ook weer zien hoe zij scoren. Als je weer met je cursor eroverheen gaat, dan zie je weer een pop-up. Dus dan kun je weer zien wat je gemiddelde tegenstander is, hoeveel je zelf scoort, et cetera. Nou, en wat ik wel heel fijn vind, is dat ik weet van mezelf, tenminste het idee heb ik, dat ik tegen D5 heel slecht score. En dat kun je dus hier ook staven of dat daadwerkelijk zo is. Dus als ik naar D5 ga, dan speel ik altijd C4 in 63 partijen. Dan vind ik D4 het moeilijkst. En dan kun je dus ook zien of dat daadwerkelijk ook met de cijfers klopt of dat dat niet zo is. Hier staat een... This move has transfer positions. Oftewel, het kan ook zo zijn dat na paard F3 met tegenstander E5 doet dan C4 en dan D5. Dus dat betekent dat je op een andere manier op deze stijl terechtkomt. Dus dan kun je voor jezelf helemaal doornemen wat nou fijn is om tegen te krijgen en wat niet. Het werkt voor de rest gewoon hetzelfde. Dus met de cursus kun je dingen doen, je kunt dingen aanklikken. Het werkt heel intuïtief. En je kunt voor jezelf zo zien of je daar inderdaad daadwerkelijk goed in scoort of niet. Nou, mijn gevoel klopt redelijk, want ik score iets meer dan 50% wel met wit tegen D4. Maar zo kun je nog wel zien, bijvoorbeeld paard C6, verlies ik al meer partijen dan ik zelf win. Maar goed, het is wel maar gebaseerd op 4 partijen. Maar zo kun je voor jezelf dus zowel met wit als met zwart alles van Lead Chess of alles van chess.com helemaal doornemen. Kun je een hele studie van maken. En ik heb nog één ander ding dat ik wil laten zien hierin. Doe ik even op F5, dan begint hij namelijk opnieuw. Ik heb voor vanavond ook al mijn partijen die ik in mijn leven heb gespeeld, behalve Bullet en Bullet en Ultra Bullet, heb ik ook als tree geïmporteerd. Dus als je wat ik net heb gedaan, als je dan dus een aantal settings daarin zet, dan kun je die ook opslaan als een file die je op je computer opslaat. Ik heb dat nu gedaan bij openen, schaken, MRAZ, Blitz, White. Dus dan hoeft hij niet elke keer alles opnieuw te gaan laden. Want hij was volgens mij een kwartiertje bezig met al mijn partijen, alleen al voor Lead Chess voor wit te bekijken. En als je dan kijkt naar de... Moet hij wel gaan doen? Oh ja, moet je continue drukken. Dan load opening tree en dan zie je al je partijen staan. En Bart vroeg net aan mij hoeveel partijen heb je online gespeeld. Dit is alleen Blitz. Dan zie je dat ik 2489 keer paard F3 heb gespeeld. Ik ben geswitcht een aantal jaar geleden van E4 naar paard F3. En hier heb je dus eigenlijk, dit zijn gewoon alle partijen die ik ooit online heb gespeeld in een normaal tempo. En dan kun je precies zien hoe jij scoort. En als je dit goed bestudeert, zou je eigenlijk moeten denken, ja, je moet of H3 of B3 gaan spelen, want daar score ik 100%. Maar goed, dat is natuurlijk gebaseerd op een heel erg klein aantal partijen. Met E4 scoor je ook wel heel aardig. Met E4 scoor ik ook inderdaad heel aardig. Alleen ik had het probleem met Frans, ik weet niet of dat hier inderdaad ook naar voren komt. Ja, plus, dit is natuurlijk wel, dit valt wel mee. Kan en Frans had ik moeite mee. En dit zijn natuurlijk wel alle partijen tegen iedereen. Hè? Dus hier zitten ook partijen tegen 800 tegen in bijvoorbeeld. Maar je kunt volgens mij, dit is ook een opening boek. Dus dit is wat je zelf speelt. Maar een opening boek is wat de theorie is. Oftewel wat mensen allemaal gespeeld hebben. Dan zie je dat er 23,9 miljoen partijen in staan. Alleen al voor E5. Dan kun je daarnaast ook nog eens kijken van tegen wie speel ik allemaal. Dus hoe is je gemiddelde tegenstand? Wat is je score? Tegen wie heb je het best gespeeld in deze opening met E4? Dat is tegen 2357. Dan ga ik even kijken of dat dan ook zo is als ik paard F3 doe. Of dat dan terugkomt. Nou, best win tegen 2300. Dus het maakt niet zo heel veel uit. Voor de rest kun je gewoon de computeranalyse aanzetten. Dat is ook wel handig. Je kunt het bord omdraaien en je kunt weer een aantal opties hierin gebruiken. Maar wat je in ieder geval voor jezelf kan doen, is dat je dus een volledige database van al je online partijen hebt. En die kun je dus voor zowel Lead Chess gebruiken, maar die kun je ook voor chess.com doen. En wat ik nog wel een interessante feature vind, want dit is natuurlijk alleen voor jezelf, is als je hem opnieuw opent, dat je ook kunt kijken naar, nou, ik vind de schout echt een super irritante tegenstander. Dus dan ga ik kijken, wat speelt die gast de hele tijd? Nou, dat heb ik al vaker gedaan, zoals je ziet.
Dan continue. Dan wil ik even kijken wat... want ik heb de moeite dat hij met de Alapin speelt. Dus ga ik kijken, hij speelt met wit. Ga ik alleen maar weer kijken naar rated, time controls, niet bullet en ultra bullet. Dan pakken we even vanaf januari, dus alleen dit jaar, tot nu. Rating van de tegenstander. Nou, we doen een Jodisch ding, dus iets boven de 2100. Heb je below, hè? Heb ik below gedrukt? Ja. Oh, dat moet ik niet hebben. Inderdaad, dit gelijk. Dank je. Nou, 1273. Even kijken, dan staat hij vanaf dat. Ja, dan gaat hij weer analyze games. Gaat, nou, Jordi is een iets minder avontuurlijke speler. Hij speelt namelijk altijd, maar echt altijd E4. Dus als je de tegenstander, stel je me nog een keer extern als dat weer eens een keer doorgaat. En je denkt, ik ken de naam van mijn tegenstander. Wat zou die spelen, E4 of D4? Wat ik dan voorheen deed, was ging ik naar chessbase.com. Of ging ik naar een andere site waar ik probeerde te kijken, wat speelt hij eigenlijk. En dan kwam er wel eens uit de partij uit 2002. En dan speelt hij paard of 3. En dan 15 jaar later speelt hij C4. Of dan speelt hij een D4. Nou, je ziet gewoon, als je moet voorbereiden op Jordi. Je hoeft maar één set voor te bereiden. Want Jordi speelt van de 325 partijen 325 keer E4. Dat is wel leuk om te zien. Dus gaan we even kijken naar E4, wat er dan ook verder uitkomt. En dan kun je ook kijken van, ja, waar is Jordi wat minder goed in en waar is hij wel heel goed in. Tegen E5 scoort hij heel erg goed. Dus dan scoort hij 41 van de 61 partijen, wint hij. Nou, en ik vind het wel een leuke feature van Opening Tree om je echt specifiek voor één speler voor te bereiden. Ik sprak Niels Onderstein een tijdje geleden. Die speelde toen tegen David een match voor het Paul Keres, volgens mij een bekerwedstrijd. En die hadden allebei iets van 3 tot 5 uur alleen op opening tree gekeken. En waar zitten de lacunes van de hiaten van de tegenstander? Wat voor opening kan ik het beste spelen? En dan ging ze gewoon puur op basis van de data bekijken van nou, welke opening moet ik kiezen. Terwijl ze die opening misschien niet eens kenden. Maar dan zien ze gewoon dat iemand nou, bijvoorbeeld tegen paard C6 scoort Jordi 0%. Dus nou, Bob heeft volgens mij nog wel eens paard C6 in zijn repertoire. Misschien zijn het alleen een partij tegen Bob trouwens, dat weet ik niet. Maar als je kans wil maken tegen Jordi en je bent misschien een mindere schaker dan Jordi zelf, ik zou zeggen, probeer paard C6 uit, want daar scoort hij gewoon 0%. Dus dat vond ik wel leuk om jullie te laten zien. De mogelijkheden dus die steeds uitgebreider worden om je voor te bereiden en inzicht te krijgen in je eigen partijen. Dus dat wilde ik laten zien voor Opening Tree. Mocht je meer informatie willen, er is ook een tutorial van Opening Tree in een filmpje van een kwartiertje ongeveer, krijg je alle features uitgelegd. En dan kun jij ook... Nou, je voordeel doen om voor te bereiden op je tegenstander. Dan wil ik naar een aantal features die we op Lead Chess hebben. Ga ik deze even afsluiten. En dan gaan we naar Lead Chess. Want ja, zoals ik net zag bij jullie, iedereen schaakt online op Lead Chess of Bullet of Blitz of Rapid. Wat ik nog wel een leuke feature vind die een klein beetje vergelijkbaar is met Opening Tree. Als je naar je eigen profiel gaat, dan krijg jij gewoon je eigen profiel te zien met alle partijen die je speelt, en je ratings, et cetera. En je hebt hier rechts in het midden Chess Insights staan. Is er iemand die dat ooit gebruikt heeft? Behalve, ja. Frank, want die ik neem aan van wel. Ah ja, Mark? Wat vrij lastig. Ja. Maar ik snap er niet helemaal wat alles betekent. Ik heb het een keer bekeken, maar niet echt meer weten. Nou, ik had gehoord dat het wel zou weten, want ik heb zelf ook wel best veel moeite met wat je hiermee kunt. Het enige wat ik nog wel interessant is van vind, is dat je hier wat presets hebt. Dus je kunt filters aanzetten en dan kun je kijken van nou, bijvoorbeeld in de laatste 24 uur heb ik alleen maar blitz gespeeld. Hoeveel score ik en wat is mijn average centipawn loss? En dat zal ik even uitleggen. De definitie van average centipawn loss is hoe lager die is, hoe beter, hoe minder je punten verliest ten opzichte van de beste set van de computer. Je kunt hier eens kijken van wat heb ik met wit gespeeld. Dan kun je alles. Je hebt zoveel ontzettend veel mogelijkheden eigenlijk hierin om je eigen repertoire te bekijken. Dat ik er een beetje de weg in kwijtraak. Dus dan vind ik het heel fijn dat gelukkig Lead Chess al een aantal dingen gedaan, presets. Dus mocht je heel erg op je rating gericht zijn, dan kun je hier bijvoorbeeld de vraag stellen: do I gain more rating points against weaker or stronger opponents? En dan krijg je gewoon alle data die gecrunched is voor jou speciaal. Als ik tegen much weaker speel, dan heb ik een gemiddelde rating gain van min 0,5. Tegen mensen die wat zwakker zijn, 0,1. Tegen mensen die ongeveer dezelfde rating hebben als ik, win ik 0,4 gemiddeld. En dat, ja, dat gaat natuurlijk steeds hoger. Dus het beste als ik rating wil winnen op Lead Chess, is dat ik tegen iemand speel die veel sterker is. Want dan win ik gemiddeld 1,5 punt. Überhaupt gewoon veel potjes spelen, toch? Omdat je dan door similar stijgt. Heel veel potjes spelen van similar inderdaad, maar eigenlijk gewoon niet tegen slechtere spelers schaken, want dan gaat je rating naar beneden.
Verder staat hier nog iets, vond ik wel interessant. Do I gain rating when I don't castle kingside? Nou, dat soort dingen, weet je, dan... Er staat dan bij als je... Dit is trouwens Crazy House, dat moet ik wel even gewoon uitzetten. kan dat ook? Ik wil geen variant. Ah, hier. Alleen blitz. Dan zie je dat ik, als ik... Even kijken hoor. Wat heb ik nou aangeklikt? Niet. Nou, oké, je gaat al mis. Dit is een leuke feature, mocht je daar meer van willen weten. Ik ben er niet zo'n fan van. Dan zou ik echt aanraden om gewoon opening tree te gebruiken om te zien hoe je het bij elke partij, bij elke opening doet. Maar ja, mocht je er beter in zijn dan ik, misschien als iemand denkt van ik heb hier wel iets leuks over te melden, dan hoor ik het graag. Maar ik vond het een, ja, het klinkt, ik dacht toen ik het zag, denk ik, oh, dit is echt geweldig, dit moet iets kunnen opleveren. Want tot nu toe heeft het mij vrij weinig opgeleverd qua informatie die je kunt gebruiken om beter te worden in ieder geval de resultaten. Wat ik wel een erg leuke feature vond is, als je naar je eigen profiel gaat, kun je natuurlijk je eigen partijen zien. 20.500, oké, okay, is weer een mooi iets. Dan ga ik naar een willekeurige partij. Dan druk ik op analyse, dat zal iedereen wel kennen. Dan kun je natuurlijk gewoon je eigen partij zien. Hè? Dus dan speel jij, dan kun je zien hoe je het gedaan hebt. Maar ik weet niet of jullie deze leren van je fouten feature kent. Vind ik zelf heel erg fijn. Dan gaat hij namelijk aan de slag voor jou waar je een zet fout hebt gespeeld. Dus je hoeft niet zelf handmatig je partij door te klikken en te zien waar je in de mist in bent gegaan. Ik heb hier op set 8, heeft mijn tegenstander dame E7 gespeeld in de opening. En ik speelde hier toren D1. En dan staat er, Lee Chess vindt het een fout, dus hij zet er een vraagteken achter. En dan wordt er aangegeven van, je hebt een betere zet, dus wat zou hier een betere zet willen doen? Wat zou hier een betere zet willen zijn? Dus ik ben benieuwd, ik heb toren D1 gespeeld. Wie van jullie denkt, er is een betere zet dan toren D1? Die is er sowieso, maar welke zet is het? B3. Ja, dat staat er niet. Staat erbij. Onder U. Kan ik het niet uitzetten. Oké, okay, dat was leuk. B3? Ja. Volgende. Staat er elke keer bij, zeker? Ja, volgens mij omdat je al de analyse ook hebt gedaan. Dan moet je nog niet de analyse hebben gedaan en dan... Oké, okay, pak even een andere partij. De knop ook al, volgens mij. Deze verloren, dat is altijd goed. Analyse. Ja, een computeranalyse moet je inderdaad als eerste doen. Dan gaat hij even nadenken over hoe de partij is verlopen. En vervolgens kun je leren van je fouten. Dan kun je erop drukken. Meteen drukken, dan is volgens mij nog niet alle tekst erbij. Kijk. Hier speelde ik koning C7. In een, ik dacht gewoon een eindspel. Ik denk, ik loop er even zo op. Ik loop er zo omheen. Ik weet niet precies wat ik aan het doen was. Ik speelde koning C7, dat was niet de zet, want het verliest zelfs meteen. Wat is een betere zet voor wit? Mooi, iedereen zit naar de winst te zoeken. Het is hartstikke gemiezen. Dus iedere zet, behalve koning C7, was het goede antwoord. Kijk, bekijk de oplossing. Kun je dan aangeven. Dus het maakt echt niet uit welke zet je doet. Je moest alleen niet koning C7 doen. Ik deed koning C7, loper E5 en zwart kan opgeven. Maar dat vind ik dus wel... Dan kun je naar de volgende. Dan kom je weer in een eindspel. Hier heb ik G3 gespeeld. Er staat dan een vraagteken bij. Dus hij gaat echt heel je partij gaat hij door. Zonder dat je zelf hoeft te zoeken naar je zetten die je beter kan doen. Maar je krijgt elke keer gewoon een soort op maat gemaakte puzzle rush. Want je kunt zelf elke keer kijken naar wat een betere zet is. Ik speelde, mijn tegenstander deed B-man C6 als laatste. Hij viel H2 aan. Ik denk, doe G3 om hem te dekken. Maar de engine vindt dit blijkbaar geen goede zet. Dus er was een betere geweest. Ik denk, lopen D8 is het zo? Oké, A5 te betalen. Dat is in ieder geval een feature. Ik zag, want heeft iemand dit al wel eerder gebruikt, behalve Frank? Ik vond het echt, als je dus iets beter wil worden, want dan ben ik wel benieuwd ook straks naar het slotwoord van ons allemaal, maar ook vooral van Mark. Dat hij zegt altijd, ja, je wordt eigenlijk niet beter van online snelschaken in ieder geval. Vraag me dan af, hè, als je dit soort dingen echt stelselmatig doet, dus je speelt een potje, vervolgens druk je op analyseren en je gaat echt leren van je fouten. Of je dan niet meteen toch patronen gaat herkennen van de dingen die je structureel misschien fout doet. Ik vind het wel erg fijn. En het probleem is natuurlijk wel,
Hij geeft ook aan, twee imperfecties, één fout, twee blunders. Dus ik heb sowieso, waarschijnlijk geeft hij dan 5 opgaven in de partij die je dus de afgelopen minuten hebt gespeeld. Om te zien waar je het beter had kunnen doen. Dus ik heb een partij die, waar ik naar +4 stond, ook gewoon niet gewonnen. Denk je niet dat het voor een deel ook meespeelt dat je, als je in het verleden zou gaan zitten analyseren, dan zat er iemand tegenover je of zo en dan had je gewoon de interactie. En die heb je met een computer, ja, werkt dat gewoon even anders. Ja. Dus ik snap wel dat ze de feature hebben hier en ik denk ook wel dat die voor heel veel mensen helpt. Alleen ja, voor heel veel andere mensen is het denk ik nog steeds de interactie die meespeelt op het moment dat je gaat analyseren. Ja. Nou, ik denk dat het zeker meewerkt. Hè. En zeker ook als je kijkt hiernaar, is dat je ziet elke keer een stelling met computeranalyse erbij. En nou, er wordt ook heel veel werk eigenlijk uit handen gehaald. Want je hoeft heel veel, je ziet gewoon, oké, dat is blijkbaar een fout geweest. En je kunt hier een opgave doen. Dat is iets anders dan wanneer je met je tegenstander ergens in een moeras komt. Omdat je denkt, op set 24 had ik iets kunnen doen. En vervolgens ga je willekeurig 20 zetten verder analyseren in een stelling die helemaal niemand toe doet. Wat ook heel erg leuk is en waar je ook wel van leert. Maar dat kun je dat niet online doen. Het is wel goed dat ze er nu een soort van opgaves van maken. Want wat je tegenwoordig veel minder ziet. Zeg maar, als je dit rond het jaar 2000 had je nog die schaakopgaves. Een beetje stappenmethode-achtige computerprogramma's. Ja. En dat was puur opgaves. En dat komt dus hierdoor weer redelijk terug. Ik heb geen idee of dat zoiets nog steeds bestaat. Maar dit heeft er wel iets van weg. Als je die thema-opgaves eigenlijk van je eigen partijen krijgt. Ja, ik vind het alleen wel heel moeilijk. Want ik heb dus deze partij vanmiddag gespeeld. En dan staat er van A5 vraagteken vraagteken. Welke zet zou je doen? En dan denk ik, ja, ik zal je weer A5 doen. Dat heb ik bijna elke keer. Dat ik dan denk van ja, er zit blijkbaar toch zo'n patroon. En dat is misschien ook wel wat... Andere aangeven dat je niet beter wordt in schaken vanwege... Je zou dus eigenlijk zoiets moeten hebben in die dat heette volgens mij chess tutor of zo. Chess tutor, ja. Klopt, ja. Dan had je dus echt gewoon 10 of 12 opgaven, zoals je dat ook in een stappenboek had. Hè? Dus misschien, dat zou dan een ontwikkelfeature kunnen worden hiervoor. Van nou ja, zeker als je toch al je partijen kan analyseren. Nou, doe maar alle pionnenstructuur opgaves achter elkaar. Op basis van wat jij structureel niet helemaal goed doet volgens de analyse die zij aanbieden. Ja, ik heb ooit met Rick Lahaye contact gehad. Die had Chess Zebra ontwikkeld. En dat was precies dit het idee. Ik heb tegen hem gezegd van ik wil wel meedoen. Maar ook daarin ben ik eigenlijk niet veel verder gekomen. Want dat was inderdaad, dan kreeg je flashcards, noemen ze die. Dus het zijn bepaalde thema's die je keer op keer fout doet. Dan was er een computer die analyseerde al die partijen op Lead Chess bijvoorbeeld, op chess.com. En die haalde dan patronen eruit. Dus bijvoorbeeld, ik zie elke keer een batterij niet horizontaal of zo. Of ik zie mat een 1 niet op de achterste rij. Dat soort dingen zou je eruit moeten halen. Maar dat is nooit echt, wat mij betreft, in ieder geval geworden wat het zou moeten zijn. Ja, maar dan krijg je dus opgaves die gevormd zijn naar jouw speelstijl, de tailoring, zeg maar. Dat zou wel iets interessants kunnen zijn. Maar goed, dat is dit natuurlijk ook, hè. Ik zie nog steeds niet, wat wil iemand hier doen in plaats van A5? Een loper C1. Loper C1? Het staat ernaast weer. Godver, ik heb deze ook al bekeken dus. Okay. Nee, fijn, loper C1. Fijn dat jullie ook zelf nadenken door te zeggen loper C1, want het staat ernaast, Mark. Vast veel van Erik, heb je niet heel vaak bij leer je fouten dat het gewoon een soort van blundercheck is waar je mee bezig bent? Zeker in korte partijtjes, van waar ik een stuk kunnen vangen, pakken of waar heb ik iets gemist? Ja, dat is automatisch inderdaad wat het ook is, hè, want ik denk altijd, oh, dat was echt een goede partij. Dan gooi ik hem er doorheen en dan heb ik inderdaad ergens een mat een 3 gemist of een stuk gemist of weggegeven dat mijn tegenstander ook niet gezien heeft. Dus het is inderdaad een heel snelle blundercheck. Dan is het niet echt leren, denk ik toch? Dan is het niet echt leren ervan, want ja, kijk, als je een stuk weggeeft of een stuk had kunnen pakken in 1... Ja, dat zie je in de normale partij, zie je dat natuurlijk wel. Klopt, alleen ik denk, kijk, in deze stelling kijk je nu al een minuutje of 5 naar. Ik zou weer denken, deze wel, ja. A5. En zo heb je een aantal dingen dat echt blundercheck is, daar heb je gewoon niet veel aan. Oké, stom, ik had gewoon een stuk moeten pakken of mat een 1 moeten zetten. Ja. Maar heel veel dingen ook, dat zijn toch, gaat toch wel wat dieper of zit wat meer achter dan het pakken van een stuk. Oké. Okay. En ik denk dat het ook wel uitmaakt dat je echt als een serieuze partij benadert. Dus dat je echt je moet niet 2 minuten partijtjes pakken of zo. Maar je moet misschien een 10 minuten partij pakken. En met jezelf afspreken, ga er gewoon 4 spelen. En daarna ga ik kijken wat ik allemaal heb zitten doen. Dus niet op 3 uur achter elkaar zitten blitsen. En dan af en toe kijken van leren van je fouten. Want dan zit je alleen maar wat te schuiven met die stukken. Ja, en volgens mij is dat wat we met z'n allen zien tussen verslaving en beter worden.
En zou het ideale zijn dat je precies, nou misschien zelfs 25 plus 5 of zo zou moeten spelen, hè, in plaats van 10 plus 0 zelfs. Dus echt serieuze partijen ervoor gaan zitten, je afsluiten, kopje koffie erbij en er echt voor gaan. En dan die annuleren van je fouten doen, dat heeft echt nut. Hè? Dan word je ook wel beter, verwacht ik. Dat is niet... Ja, ik doe dat ook niet hoor, maar ik doe het ook op de verkeerde manier. Kijk, nou, als je, je beter wordt, is dat ook dat je op zaterdagavond, op zaterdag bedoel ik, de hele dag gaat schaken. Of een toernooi speelt met serieus tempo. Dan neem je de tijd voor, dan sluit je jezelf af, dat je niet gestoord. En dan heb je ook echt de diepgang om beter te worden. En dat kan allemaal online ook. Alleen we kiezen ervoor om te denken, ah, lekker brainsnackertje, even puzzelrust, puzzelrace, noem maar op. Binnen 3 minuten zo snel mogelijk zoveel mogelijk puzzeltjes maken. Ja, daar word je gewoon niet beter van. Daar ben ik echt van overtuigd. Alleen vind ik... Eén ding, één YouTuber die ik wel regelmatig bekijk is John Bartholomew. Ik weet niet of dat jullie die kennen. Amerikaan. Ja, maar die heeft dus ook als regel, dan doet hij een sessie, zeg maar, dan speelt hij gewoon 5 potjes. Ja. Dan probeer ik voor mezelf echt de discipline in te brengen dat ik niet ga doorgaan als ik zit te blunderen of als het slecht gaat of zo. Ik speel gewoon 5 potjes. Ja. Dat is het dan. Hè? Ik bedoel, dat soort dingen. Ik denk dat je, dan ben je het serieus, dan maak je er ook gelijk een iets serieuzer test van, als je dat wilt doen natuurlijk. Ja, precies. Want vraag 1 is, wat is het doel van online schaken? Ik bedoel, vind je het een leuk tijdverdrijf? Vind je het gewoon leuk om gezellig bijvoorbeeld met mensen in een chat te zitten en op zondagavond te schaken? Ja. Of gebruik je het om echt beter te worden? Ja, dat gewoon vermaken is natuurlijk ook gewoon prima als je daarvoor gebruikt. Er is niks mis mee. Maar goed, er zijn dus wel oneindig veel mogelijkheden. Wil je de online mogelijkheden benutten, dan kan dat dus heel erg. Want er zijn ontzettend veel handige tools en features die je kunt gebruiken. Zelfs op een gratis site als DJ's. Ik heb dit nog nooit zo eigenlijk geprobeerd. Dus ik vind het echt wel mooi eigenlijk dat dit zo kan. Is dit nieuw? Want voor mijn gevoel is dit heel, heel recent. Ik heb het ook nog niet eerder gezien. Ja, dit bestaat denk ik een halfjaartje ongeveer. Chess.com heeft het ook. Alleen daar staat elke keer een feilloze partij gespeeld, wat echt niet kan. Dus ik vind deze echt wat meer dingen aan die ik fout doe. Vind ik wel fijn. Ja, ik moet zeggen, ook deze engine heeft valse gebreken. Hoor. Ik zag het pas geleden voorbij komen. En als je Koningin niet speelt, dan zegt hij loper in 7 is dubieus. Ja. Op set 3. Maar hij geeft zelden iets in de opening hoor. Dus hij geeft bijna de eerste 10 zetten geeft hij bijna niks aan dat het niet goed is. Dus hij zit niet echt op openingen van dat het niet kan. Ik vind het wel gaaf dat hij er opgaves van maakt. Ja. Oké, dan heb je nog, als je kijkt naar de extra mogelijkheden in de analyse. Dit zijn gewoon de standaard dingen die je aan kunt zetten. Dus je kunt de analyse aan of uitzetten. Beste pijlzet, die kun je dan uit of aanzetten. Het is wel fijn als je bijvoorbeeld streamt of een opgave doet met iemand anders die je niet meteen de oplossing moet zien. Evaluatiemeter, die zie je rechts naast het bord staan. Hè, dus dat wie er beter staat. Dan heb je ook nog oneindige analyse. Mocht je een geweldige computer hebben, kun je hem heel lang laten rekenen. Maar goed, dan zou ik zeggen, kijk de masterclass van Max Warmerdam nog even terug. Want die heeft iets diepgaandere analyse tools dan Leadchess. Wat Jordi ook aangeeft qua sterkte van de engine. Wat nog wel leuk is meerdere varianten kun je aanzetten. Hij staat standaard, staat hij op 1. Maar je kunt hem bijvoorbeeld ook op 3 of 4 zetten. Of op 5 zelfs. Dat je zegt van, wat zijn de verschillende mogelijke voortzettingen. En je kunt nog meerdere CPU's aanzetten en het geheugen kun je nog aanpassen, maar dat kost wel heel veel energie van je computer. Plus, als je gewoon een goede engine wil hebben, nogmaals, kijk vooral dan naar andere mogelijkheden dan Leadchess of online, want dat is toch nooit zo goed als iets van professioneel iets. Mocht je bijvoorbeeld, wat ik wel eens gedaan heb, een partij spelen die je in de KNSB-competitie hebt, die je hier wil annoteren, dan kan dat niet in de standaard interface die je hier hebt, maar dan moet je er een studie van maken. Dat doe je door een studie te maken, maak studie. En dan krijg je wat extra mogelijkheden, dat je hem ook de studie kan delen met anderen. Dan kun je er iets bij zetten, dus bijvoorbeeld een annotatie bij zetten, of je kunt pijlen zetten die ook onthoudt. Dus dan kun je hem ook delen met anderen en dan kun jij ook vragen, bijvoorbeeld aan iemand anders van, wat vind jij hiervan? Kun je mensen, deelnemers toevoegen die dan ook kunnen annoteren. En zo kun je samen ook online een partij die je misschien offline of online hebt gespeeld, wat dieper analyseren dan alleen maar de standaard dingen van de blundercheck en wat vindt de computer eigenlijk. Dan wil ik afsluiten met een aantal studies, want dan heb je nog wel een aantal leuke dingen die je binnen Leadchess hebt. Als je naar leren gaat en dan studies,
heb je echt een shitload aan verschillende studies die door iedereen gemaakt worden. Je kunt ze selecteren op meest populair en dan krijg je de meest populaire studies te zien. Opening traps, je kunt als je hem opent, kun je zien wat er allemaal in zit. Nou, dit is een beetje voor beginners. En je kunt dan een hartje geven daar beneden en dan komt hij weer steeds hoger te staan bij die zoekfunctie. Wat ik zelf leuk vind is als je zoekt op beautiful, krijg je wel leuke, leuke studie. En dat vind ik wel leuk om nog iets met iets schaaktechnisch af te sluiten. The most beautiful study. Nou mensen, good luck, win for white. Ik zou zeggen, neem even 2-3 minuten de tijd om deze zwart speler aan te zetten. Ik ben benieuwd of jullie dit uit je hoofd kunnen. Jezus. Dus elke keer maar één zet de beste. Ja, ik neig. Oh, die eerste zet, dat kan nog wel leuk worden. Dat is het antwoord er niet meer naast. Je moet, moet ook die knol pakken. Ja. Als je dan kon je maar alleen, heb je alleen maar dames zetten. Ja, wit loopt daar boven inderdaad. Loopt toch wit naar boven. Dat is inderdaad de eerste goede observatie. Ja, koning maar alleen. Koning E3, man. Koning E3? Oh, dan blijft dat paard. Ja, maar anders kan... hij moet ook... De pionnen moeten ook naar beneden. Ja, anders gaat dat paard weg en dan speel je E1. Precies, een hartstikke dames zetten. Dan moet je tellen. 1 of 2 voor. Want zwart kan alleen maar op een nemen met zijn dame natuurlijk. Ja. Je moet gewoon promoveren als loper of als dame. Precies, want kijk, er zijn dus hoe je een studie benadert. Je kunt kiezen zoals Mark doet. Die gaat namelijk echt visualiseren van je moet tellen. Of Mark, andere Mark, Kleister zegt, nou, je moet gewoon lopen, maakt het niet uit. Dus die kun je sowieso gewoon doen. Ik ben ook van de tweede. Maar volgens mij is het om beter te worden en visualiseren, beter om het uit je hoofd te doen. Maar goed, ik heb er ook geen geduld voor, dus doen we lekker A4. Nou, dan ben ik het helemaal kwijt. Het zou kunnen dat je H3 moet doen. Dat is vaak wel de pointe van studie. Ja, dat klopt, ja. Maar wat moet je nou hebben? Lijkt me een beetje gevaarlijk om meteen met H4 te beginnen. Wat halen we? Maakt er allemaal niet uit. Een paardje en anders is het geen mooie studie. Good move. Dat is waar. Oké, nou is de vraag. Wat moet je doen? Waar ga je zwart mat zetten? Ja, B3. B3 natuurlijk. Hier ga je mat zetten. Niet op A7? Dat kan niet. A2, sorry. Nee, daar kan niet op B3. Nee, dan pakt hij hem. Dus B3 kan niet. Wacht, hij moet naartoe niet, Mark Kleijsen. Hij staat verdedigd, dat ding. Tot dat ding. Ik pak eerst C5 en dan C4. En dan die toren. Oké, en wat moet je daarvoor doen, Norbert? Met het paard heen en weer rennen. Naar waarheen nu als eerst? F7, E5, maal C4. Daar? Ja, dan heb je die pion. Je moet toch eerst die andere pion hebben, ze hebben we net bedacht. Nou, we hebben in ieder geval gezien dat die zet klopt niet, dus we doen paard G6. Mooi, stuur dus ook. Nou, het is wel fijn dat dit alleen kan, hè? Dus dat is wel fijn. Paard F4 of zo? Wat is je plan, Ruben? E5, C5 en dan A5 en dan moet die pion door en dan zo, ja. Zo? Maar dat kan toch nooit dit, want als het paard naar een zwart veld zit, gaat die dame toch ook naar een zwart veld? Zodra je op A5 staat, dan moet hij toch dame A2. Dus dan kom je er toch nooit. En buiten dat, als je via F7 naar E5 is gegaan, was paard F7 ook goed geweest, toch? Ja, maar zwart verliest nog een tempo, toch? Ja, misschien... Ja, maar je kunt toch nooit de tempo verliezen, zo. Ja, die dame en paard blijven altijd op dezelfde kleur staan. Al via H4, F3, ja, maar D4, B3. Ja, maar het is wel interessant punt dat Mark aan had. Dus je had gewoon wel H3 moeten spelen. Nou ja, hij zei dat A4 een goede set was. Dus. Ja, maar je kunt zwart op een tempo laten verliezen. Hoe dan? Ja, hoe wil je dat doen met een paard een tempo verliezen? Nou, maar zwart kan, als je die pion op C4 pakt, dan heeft zwart ook weer de zet C5, C4 bijvoorbeeld. Ja, maar dan kan hij nog steeds met zijn dame op en neer gaan. Zeg maar. Hij hoeft geen C4 te spelen, tenzij je dwingt. Ja, tenzij ik hem dwing als ik paard A5 speel daarna. Het zou wel leuk zijn als ik nu een verkeerde studie heb. Dan kun je geen dame A1 doen. Dus dan moet jij C4 doen. Of je pakt eerst C5, dat kan ook. Waarom je dit doet?
Oké, paal C5. En dan beide al. Hoe kan dat nou opeens? Ja. Dat kan niet, Mark. Oh nee, wacht. Dan moet je C4 ophalen. Moet je C4 ophalen. En dan moet je C4 ophalen, ja. Maar E4? Ja, kan ook. Hij kan op drie verschillende manieren, dat is C4. Oh, ja, dat is ongemakkelijk. Hij heeft dus geen tempo te verliezen, omdat je eerst C5 pakt, in plaats van C4. Dus is het dan ook automatisch zo dat H3 per definitie fout is? Nou, dan moet je waarschijnlijk eerst C4 gaan pakken. Oh, dat zou ook... Oh ja, tuurlijk, ja. Ja, dat zou een dubbele oplossing zitten. Ja, daar zitten meer oplossingen in. Ja, zeker, ja. Dit is niet mijn idee van beautiful. Oké, zonde. Ik wil nog even smaken verschillen, zonder zeggen. Ja, even kijken. Smaak valt niet te twisten, Joost. Dan gaan we nog even deze doen. Jezus. Ik hou hier helemaal niet van, maar ja, ik dacht, ik moet iets graag technisch doen. Waarom? Ja, dat leek me gewoon leuk. Oké. Voor jullie dan. Ik bedoel, ik hoef je niet over na te denken. Dus ik zeg, ga je gang. Dat zal ook wel een mat worden met een paard waarschijnlijk, hè? Je moet eigenlijk een paard halen, een paard G6 doen waarschijnlijk. En dan weer een nieuw paard halen, paard E6 doen. Nieuw paard halen, paard E6, paard C6. En dan paard C6. En dan weer paard halen, paard C6, paard E6, paard G6. En dan doe je paard G3 mat, denk ik uiteindelijk. Hij moet steeds pad voorkomen. One night stand, zegt iemand over deze studie. Dat is wel een goeie. Met een K neem ik aan. Oh ja, mooi. Maar we gaan eens H7 doen. Greenmove kan niet, die hebben die studies. Oh, en daar win je een... Leuk dit, hè? Zo. Paard? Uiteraard. Paard E7, paard E5. Paard E6, paard E5. Oeh. Waarom zou die fout geweest zijn? Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Waarom was die fout? Waarschijnlijk kun je maar één goede zet eraan geven. Was deze wel beautiful? Was Joost of was het weer... heb je liever iets anders? Nee? Nee, dit lijkt niet genoeg op schaken voor mij. Dus ik vind het wel grappig. Maar... dit krijg je niet echt op je bord. Maar volgens mij word je beter van Joost, van dit soort dingen. Ja, je krijgt heel veel beter van, ja. Ja, ik had meer probleem met het woord beautiful. Ik zeg niet dat het niet grappig bedacht is, maar... Als ik een had gestaan was. Grappig bedacht. Nou, dan wil ik nog wel even afsluiten met één laatste iets. Dat is namelijk de andere dingen waar je wel iets aan hebt. Dat is dat je weer naar studie gaat. Als je zoekt bijvoorbeeld op rook endings. Daar heb je wel echt heel veel belangrijke Lucena en Philidor. Nou, dan krijg je gewoon echt allemaal 29 verschillende studies. Dus als je denkt van ik heb geen zin om dat boek te kopen van Silman of zo. Hier staat alles bij uitgelegd zelfs. Van dit is de Lucina position. Alles staat hier gewoon in. Dus als je denkt van ik moet een keer beter worden in toren eindspelen. Dan kun je ook op LeeChess volledig gratis zelf even alles doornemen. Dan staat dan de concept of shelter. Dat betekent dat je naar de vierde rij moet zetten. Hoe je dan je met je koning erheen loopt. Dus dat zijn allemaal dingen die je hierin terug kunt vinden. Dus ja, je kunt ook bij LeeChess heel veel van die studies vinden, paard en loper, mat zetten, hoe je dat precies doet. Je krijgt allemaal dingen daarin uitgelegd. Wel goed hoor, dat ze dit allemaal ontwikkeld hebben. Dit is wat mensen zelf hebben ontwikkeld. Hè? Dus als Ruben Hoogwerth het leuk vindt om dit te doen, dan maak je zelf een studie aan en die wordt dan vanzelf, komt die hoog te staan als die heel goed is. Ik moet hier serieus tijd aan, ik ken al die eindspelen, ik weet dat ze bestaan, maar ik heb me er nooit in verdiept. Ik kan met twee lopers mat zetten en dat is het meest schokkende wat ik kan. Ja, koop dan het boek van de La Villa op Chessable. Ik ben echt een boeken. Dat boek van de La Villa, 100 Endgames You Must Know. En die wordt op Chessable aangegeven door Bartholomew. Oké. Okay. En er was ook nog een filmpje van Carlsen, die heeft die 100 Endgames gedaan. Of de initiële test van 30. Dat is ook je hebt gezien, ja. Dat is wel absurd als je hem dat ziet doen. Ja, Leepo heeft dat ook eerst geprobeerd, maar dat ging niet zo goed. Op YouTube, dan vind ik het ook nog wel leuk dat je, even kijken, LeeChess heeft zelf een kanaal ook. Je kan die 100 endgames van Carlsen, kan je wel 2 seconden erbij pakken. Het is echt absurd hoe die dat doet. Als het gewoon kennis is, dan zou het niet zo moeilijk moeten zijn.
Hij weet dingen. Hij kan niet alles uitleggen waarom het zo is. Hij weet het. Ja. Ik vind het genoeg. Mietjes heeft de afgelopen tijd dat hij veel met Nightage. Die kan ook enorm goed uitleggen. Is ook goed, ja. En die legt hier bijvoorbeeld ook gewoon best wel geavanceerde toren-eindspelen uit. En dan elke stelling die je maar kunt bedenken bijna. In een masterclass van ruim een uur op YouTube. Ook de moeite waard om een keer na te kijken. Dus ook dat zijn nog wel manieren om niet per se online schakend beter te worden. Maar ook online nog dingen te vinden waarin je nog beter voorbereid kunt zijn in een toren-eindspelen. Ik kom zelf nooit in een toren-eindspel waar ik mijn tegenstander niet kan vlaggen. Dus ik heb zelf niet gedaan. Maar ik probeer mezelf, want daar wil ik nog mee afsluiten. Ik heb een fuck-it list op mijn computer, op mijn bureaublad staan. Dat is een bucket list van dit zijn de dingen die ik moet doen. Ik moet vooral dingen afleren. Dus ik heb voor mezelf opgeschreven dat ik niet meer sneller dan 5+0 of 3+2 mag spelen. Jullie hebben net gezien, dat is niet helemaal gelukt, want ik heb vandaag een paar potjes gespeeld 3+0. Maar ik ben in ieder geval van de halve minuut atoomschaak af en van de hyperbullet. Dus dat is stap 1 geweest. En het naar de toekomst gaat zijn dat ik waarschijnlijk alleen maar 3+2 of liefst 3+2 of langzamer ga spelen. Zonder berserk om toch iets beter te gaan schaken. Dat is iets voor mij waar ik nog volgens mij lang een weg in te gaan heb. Maar ik hoop ook dat een aantal van jullie dat wel herkent. Dat je denkt van gewoon als Joost ook van eigenlijk sessies moeten doen. Hè? Bijvoorbeeld 5 partijen van 10+0 of zo. Dan even analyseren rustig en dan kun je wel beter worden. Maar dat vraagt wel enorm veel discipline. Ik ben wel met bullet pensioen gegaan een tijdje geleden, dus kan het ook niet, maar ik ga het proberen ook niet meer te doen. Nou, misschien moeten we als King ook niet de verslaving blijven voeden door bullet toernooitjes te organiseren, maar goed. Vanaf vrijdagavond alleen een langer, toch? Wat zei je maar? Voortaan op vrijdagavond alleen een ja. Maar ik vind de over the board, zeg maar, gewoon in het stadion, dat vind ik helemaal niet erg. Ik bedoel, daar stel je ook op in op zo'n dag. Maar online bullet, dat gaat echt helemaal nergens over. Ja, ik zie het verschil niet echt, maar ik ben beter in online bullet dan in offline bullet. Dus daarom speel ik het nog wel geregeld. Als ik dat toch moest, dan zou ik het liever met de muis doen. Ja. Kan het allebei niet, maar dat maakt helemaal niet uit. Norbert, dank. Je hebt die chessable.com heb je gedeeld, die link. Dus als mensen geïnteresseerd zijn in die 100 endgames you must know, die kun je daar ook vinden. Dan was dit de masterclass. In ieder geval iedereen bedankt voor het meekijken, meeluisteren. En ik ben ook wel benieuwd of jullie nog zelf tips hebben of andere dingen die jullie nog willen delen. Om online wat extra features te hebben dan het standaard. Ik ga nog maar eens 5+0 spelen. Zijn er nog mensen die wat willen delen? En dat puzzel dashboard wat ze gemaakt hebben de laatste paar maanden. Ja. Wel goed. Wil je eens jouw scherm delen? Kan je dat? Even kijken of mij nog gaat lukken. Zal eerst eens opzachten. Share screen. Potje bullet dan maar, Erik. Nou, we gaan sowieso eerst even de puzzle storm doen. Puzzle rush. Dat mag gewoon met 10 man, toch? Ja, met 10 man, ja. Hoeveel zitten er hier? Meer, toch? 13 zijn we. Maar eerst gaan we nog even kijken. Wat is dit? Vertel het eens. Ik word er toch veel te zenuwachtig van. Dit is het puzzle dashboard op LeeChess. En je hebt nu tegenwoordig voor iedere soort puzzels die ze hebben, die ze maken, kun je netjes zien waar je het best in bent en waar je nog op moet verbeteren. En wat je niveau is. En dan kun je ook iedere keer de verbeterpunten en die kun je replayen, zodat je als je een puzzel fout maakt, kun je hem netjes alsnog goed doen. Na een tijdje werk je ze op die manier helemaal weg. Ja. En dan kun je ook netjes alle sterke punten zien. En je kunt ze ook meteen vanuit je kunt ook zien van is er een puzzel gemaakt vanuit jouw game. Oh, echt? Dat kun je ook zien. En hoe kom je hier? Gewoon via puzzels en dan puzzel dashboard. En je kunt ook per thema selecteren. Dan kun je een thema selecteren om alleen maar puzzels van te krijgen. Ja. Cool. Dus dan kun je bijvoorbeeld echt alleen maar toren-eindspelen doen. Dat is voor mij echt. Je had dat er 60.000 puzzels op toren-eindspelen zijn. Ja. Perfect. Wauw. Ik heb weer genoeg te doen de komende tijd. Ja, we hebben allemaal nog genoeg te doen.
Zijn er, in totaal zijn op dit moment 1,5 miljoen puzzels die je kan doen. Ja, dat ben ik wel klaar. Iedere maand wordt dat meer. Dus. Leuk. Nou, dankjewel Frank. Het is ook wel goed om daar een keer naar te kijken om naar die specifieke tactiek te oefenen dan random, zoals nu natuurlijk gaat met de puzzel. En dat puzzel dashboard kun je niet van andere mensen zien, zeker of wel? Nee, volgens mij niet, nee. Ik wou zeggen, kijken van wie nou veel puzzels erin zijn gestopt. Oh, die is toch slecht in vorken daar. Je kunt volgens mij wel zoeken naar van wie de puzzels zijn, hoor. Dat kan volgens mij wel. Zeg, ik zie inderdaad van mij zo'n één puzzel ingezet. Er wel namelijk altijd de namen staan. Dus het moet wel kunnen. Maar volgens mij kan dat alleen maar via een API. Dat is ook wel grappig. Liefst zou je natuurlijk willen dat, net zoals bij Opening Tree, dat je wil zien, Jordi, weet je wel, leuk dat hij zijn C3 alle pennen speelt en altijd E4 speelt, maar hij snapt echt niet dat hij dubbele aanval of zo snapt hij niet. Maar ja, ben je vrij dat je ze hebt. Of dat überhaupt beschikbaar is, al die informatie. Want Lichess die biedt ook allerlei API's aan, waarop je allerlei data kan ophalen van dingen. Wat is een API? Want bij een API stop ik altijd. Ja, dat is een goed idee. API's kijken. API's kijken, ja. Ja, je kunt dus get a storm dashboard of a player. Dus je kunt het allemaal wel vinden, waarschijnlijk. Dat is allemaal moeilijk. Ja, het is wel heel leuk om te doen. Dat doe ik zo alsof het toe is. Maar wat kun je mee, Frank? Kun je iets uitleggen wat een API is? Dat is snel uitleggen. Een stukje code die dan informatie ophaalt die beschikbaar wordt gesteld door Lichess. Dan kun je alle informatie van een speler ophalen. Okay. Of van een team of wat dan ook. Dus je kunt ook alle partijen van spelers die in team SG King zitten, kun je ook ophalen bijvoorbeeld. Kun je wat data crunchen voor ons? Dat jij eens een mooi overzichtje maken van wat wij allemaal doen als Team King. Dat kan ik zeker een keer doen, ja. Leuk. Hou ik je aan. Oké, is goed. Nou, leuk. Frank. Ja, toch? Nog, hoor. Gaat het eigenlijk om data-uitwisseling tussen de verschillende websites of zo? Ja, precies, dat ook. Ik gebruik er zelf nu ook tegenwoordig, want ik was gewoon op een gegeven moment een tijdje mee gaan spelen. Dus ik dan toch even bezig ben. Maar dan moet die andere website, die moet ook API hebben, toch? Anders werkt het niet. Ja, kijk, op deze pagina zoek ik altijd naar alle data voor mijn user op Lichess. En dan haal ik ook continu de laatste partij op die ik aan het spelen ben. Mm-hmm. Of gespeeld heb. Maar dat kan je dus voor iedere speler doen. En dan heb je dus zoveel mogelijkheden, Frank. Dan kun je dus heel veel goed worden. En hoeveel heb je? 6500 bullet per partij gespeeld. Nou, goed man. Ja, dat zie ik, ja. Ik heb een soulmate die ook inderdaad 6 tot 12 uur per week zit. Mooi man. Okay. Leuk, veel functies waar ik nog nooit van gehoord had. Dankjewel Erik. Nou, wil ik het daarbij laten, dan ga ik in ieder geval stoppen ook met de uitzending.